Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag wil ik het met je hebben over het inplannen van plezier. Het klinkt misschien heel raar om plezier in te plannen in je dagelijkse rooster, maar het is wel super belangrijk om dat te doen, want het zorgt ervoor dat je kunt ontspannen, dat je weer even kunt opladen. Dus om die reden is het heel goed om plezier in te plannen, maar we vergeten dat vaak nog wel eens. Dus in deze video wil ik je eigenlijk gaan uitleggen waarom het belangrijk is om plezier in te plannen en wat het voor je doet om dat te doen. Ook al voelt het misschien heel onnatuurlijk om je plezier in te plannen. Hè, wat er vaak gebeurt is dat we leven in de waan van de dag. Dus we moeten ons huishouden doen, we moeten de kinderen naar school brengen, we moeten werken, we moeten eten, koken en dan moeten we nog zoveel. Het zijn allemaal verplichtingen waar we aan moeten voldoen. Verjaardag waar je naartoe moet, de sportclubs, je wil zelf nog sporten, weet je. En doordat je zoveel moet en zoveel doet, loop je eigenlijk jezelf een beetje voorbij. En doordat je jezelf voorbij loopt, raak je eigenlijk steeds vermoeider. En doordat je vermoeider raakt, ja, kun je ook niet echt goed opladen. Dat kan alleen als je dingen doet waar je ook echt plezier uit haalt en waar je even bij kan ontspannen. Hè, denk voor jezelf eens na over jouw dagpatroon. Wat doe ik elke dag? Moet ik dat ook echt doen? Of kan ik sommige dingen ook aan anderen vragen om dat te doen? Hè, bijvoorbeeld als je elke week op woensdagmiddag moet oppassen op een kindje uit de buurt. Is het dan ook echt iets waar jij plezier uit haalt? Of doe je dat om een ander een plezier te doen? Weet je, in het laatste geval zou je ook bijvoorbeeld kunnen kijken of er nog iemand anders is die dat tegelijk met jou kan doen. Of dat om kan wisselen. Dus de ene week jij, de andere week anders. Zodat je ook een middagje voor jezelf hebt. Zodat je iets kan inplannen waar jij echt plezier uit haalt. Zodat je lekker een boek kan gaan lezen. Of een massage kunt gaan doen. Of een wandeling kunt gaan maken. Echt dingen voor jezelf waar je mee kunt opladen. Want dat is echt super belangrijk. Excuse. Weet je, al die verplichte nummertjes die kunnen er namelijk voor zorgen dat jij door het leven ploetert. He, het kan zijn dat je het doet omdat je een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Dus je wil graag andere mensen plezieren. Je wil andere mensen niet teleurstellen. En je denkt, een ander zou hetzelfde voor mij doen. Dus daarom doe jij het ook voor anderen. Maar wanneer je jezelf voorbij loopt, is het echt een heel klein stapje richting een burn-out. En dat wil je echt niet. Dus om die reden moet je ook echt stilstaan bij jezelf. Wie ben ik, wat wil ik, moet ik eigenlijk zeggen, en hoe ga ik dat bereiken? En als dat is dat jij een keer een middag minder oppast in de 2 weken, dan so be it. Weet je, als je dat vertelt aan die ander en je hebt al een oplossing wellicht geregeld, dan zal die ander dat alleen maar kunnen waarderen dat je meedenkt en dat je ook daar al stap in hebt genomen wellicht. Weet je, wat veel gebeurt is dat we heel veel dingen moeten en dat we daardoor eigenlijk niet meer weten wat onszelf plezier geeft en waar we blij van worden. Ik heb op mijn website lindabisschop.nl een blog geschreven en die heet Krijg jij energie van jouw dagindeling? En daarin heb ik eigenlijk een oefening neergezet waarbij jij kan kijken van hoeveel van jouw dagelijkse activiteiten geven energie of kosten juist energie. Zodat je kunt kijken wat is de balans daarin. Hè? Doe ik genoeg dingen als een wandeling, een massage, een boek lezen? Of zijn het echt allemaal dingen die moeten? Zoals het huishouden of de kinderen ergens naartoe brengen. Of noem maar op wat je allemaal moet op een dag. De hond uitlaten, dat kan ook altijd vervelend zijn als het bijvoorbeeld regent. Maar door daar een goede balans in te vinden kun je ook kijken van hey, is mijn tijd wel goed verdeeld en doe ik wel genoeg dingen waar ik plezier in heb en waar ik energie van krijg. Dus die blog heet Krijg jij energie van jouw dagindeling? Ga er dus bewust naar kijken. En ga eens bewust kijken wat je eventueel kunt veranderen. Want je zult zien dat als je daar bewust mee aan de slag gaat, dat het je ook heel veel oplevert. Je moet gewoon echt korte termijn plezier en lange termijn plezier voor jezelf inplannen. Om te zorgen dat je kunt opladen en dat je blij blijft. Maar wat ook. Het is alleen niet alleen goed voor jezelf. Maar als jij oplaadt, dan kun je ook de wereld veel beter aan. Dus je zult ook zien dat als jij elke dag een uurtje voor jezelf doet, dat de manier waarop jij reageert naar anderen veel prettiger is. Dus je zult minder prikkelbaar zijn. Je zult meegaander zijn. Je zult vrolijker zijn. En
De reactie die je daarop krijgt van anderen weer, die is ook weer positiever. Waardoor het eigenlijk de kwaliteit van jouw leven ook weer een stukje verder verhoogt. Dus het is niet alleen egoïstisch om dingen voor jezelf in te plannen waar je plezier van hebt. Maar je helpt daar ook anderen mee. En als anderen en jezelf gelukkig zijn, ja, wat kan er dan op tegen zijn? Dus ik zou zeggen, plan gewoon lekker elke dag een beetje plezier in. En zorg dat je ook die tijd neemt voor jezelf. Er zijn in principe twee soorten plezier die je kunt hebben. Heel simpel, een korte termijn plezier en een lange termijn plezier. Zoals de naam het al zegt, korte termijn bevredigt je nu. En de lange termijn is iets wat je doet uit een ideaal of uit een gevoel wat je hebt omdat je iets in de toekomst wilt bereiken. En eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je een goede balans van beide hebt in jouw leven. Dus dat je zowel genoeg korte termijn pleziertjes hebt als dat je ook idealen voor op de lange termijn heb. Want dat draagt het meeste bij aan jouw geluksgevoel. Korte termijn plezier is bijvoorbeeld dat je even de stad ingaat om een ijsje te halen bij de Italianen die lekker opeet op een bankje daar in de haven of in het park of net waar de Italiaan zit. En dat je gewoon even geniet van alles wat om je heen is. Een ander voorbeeld is dat je je favoriete serie gaat kijken en dat je een heel groot stuk van je lievelingschocolade erbij neemt en dat lekker gaat zitten oppeuzelen. Of dat je in de achtertuin of op je balkon in de hangmat gaat liggen en een boekje gaat lezen. Dat is ook korte termijn plezier. Of bijvoorbeeld dagdromen dat je de loterij wint. Weet je, het zijn allemaal hele simpele dingen, maar je krijgt wel echt plezier en voldoening uit, waardoor je ook echt weer even kunt opladen. En voorbeelden van lange termijn plezier zijn bijvoorbeeld een studie volgen die je altijd heel graag hebt willen doen. Bijvoorbeeld hospitality, omdat je heel graag mensen wilt ondersteunen en in de dienstverlening. Omdat je de hotelwereld in wil of de evenementenbranche en mensen een leuke dag wil bezorgen. Ja, dat is een voorbeeld van een lange termijn pleziertje. Maar dat houdt niet in dat het ook leuk is op het moment zelf. Want voor die studie zul je een scriptie moeten schrijven. Misschien zul je allemaal vakken moeten volgen die je eigenlijk niet leuk vindt. Maar je doet het wel, want het doel wat je in gedachten hebt is het afronden van die studie en werken in de evenementenbranche of in de horeca of in een hotel bijvoorbeeld. Hè? Omdat dat is waar jouw passie en idealen liggen. Dus dan heb je niet meteen voldoening misschien daarvan, maar op de lange termijn helpt het jou wel om gelukkiger te worden. En het is heel belangrijk om een goede mix tussen die twee te hebben. Dus het korte termijn plezier en het lange termijn plezier. Ik gaf het net ook al een beetje aan. Maar dat is wel gewoon hoe het is en hoe het zou moeten zijn. Omdat die twee dingen, dat zorgt ervoor dat jouw geluk van vandaag fijn is. Weet je, als jij die studie hebt afgerond, dan wordt het, in plaats van een lange termijn pleziertje, wordt het een korte termijn pleziertje. Want je bent vandaag bezig met dingen doen die je leuk vindt en die je graag wilt. Maar je zult dan ook weer een nieuw doel gaan kiezen, dat gaat onbewust, om in de toekomst naartoe te werken. Dus zorg dat je echt een goede mix hebt en ga ook gewoon op ontdekking van wat zijn de dingen die ik wil? Wat wil ik nu en wat vind ik nu leuk? En wat vind ik in de toekomst echt leuk om te bereiken? Wat wil ik nog heel graag? Waar liggen mijn dromen? En door dat te doen, zul je zien dat jouw pleziergevoel echt gewoon omhoog gaat en dat je ook veel gelukkiger wordt daardoor. Als je het lastig vindt om je vaste patroon die je nu hebt te doorbreken, hè, dus bijvoorbeeld om te zeggen tegen degene op wie je kind je past, sorry, maar ik doe het niet meer elke week, ik kom één keer in de twee weken, dat is helemaal niet raar. Dat is echt normaal, omdat wij als mens zijnde gewend zijn om dingen in een vast patroon te doen. En op een vaste manier, hè. Denk aan mensen die op zondag patat eten, die eten elke zondag patat. Of mensen die graag op woensdag gaan sporten, die gaan elke woensdag sporten. We zijn gewoon echt gewoontedieren en we hebben graag een vast patroon, zodat we weten waar we aan toe zijn. Want dat geeft ons rust en die rust geeft ons regelmaat. En door die regelmaat voelen we ons geborgen en voelen we ons prettig. En we zitten daardoor in onze comfortzone ook, die ons veilig houdt. Dus er is helemaal niks raars mee dat jij het heel lastig vindt om uit dat patroon te breken. Maar doordat je je bewust bent van, joh, eigenlijk, hè, ik heb meer energienemers dan energiegevers. En dat je daar iets aan wil doen, dat is al de eerste stap die je kunt zetten om jouw vaste patroon te doorbreken. Weet je, want als je te veel van jezelf bent weggedwaald en te veel in het moeten terecht bent gekomen, dan zul je echt ondervinden dat je uitgeblust raakt. En je wilt dat voor zijn. Je wilt niet uitgeblust raken. Want dan heb je zelf niks aan jezelf, maar een ander heeft dan ook minder aan jezelf. Want als jij gewoon fit en vrolijk bent, dan kun je echt veel meer de wereld aan. En je zult zien dat
ook veel meer positiviteit op jou terugkomt. Mocht je het lastig vinden om uit dat vaste patroon te komen, kun je op mijn website lindabisschop.nl een gratis kennismakingssessie inplannen voor een coachingsgesprek. En dan gaan we samen kijken hoe jij kunt doen wat je wilt op jouw voorwaarden. Hoe jij meer plezier kunt hebben, hoe je vaste patronen kunt doorbreken. En dat het soms ook helemaal niet erg is om de boel te laten en om andere mensen dingen te laten doen die jij even niet aan kunt op het moment. Dus ga naar lindabisschop.nl, dan kun je een gratis kennismakingsgesprek inplannen en dan spreek ik je graag binnenkort. Dankjewel voor het kijken en ik zie je binnenkort weer.